We zijn alweer live. Hallo mensen van de Rijssel.nl, welkom weer We zijn terug hier. bij deel 2 van Duo Arena met Van. Natuurlijk in het dan. Alala. Misschien zag ik het vorige keer al, maar... Dood. Oh, fuck. We moeten een andere... Oh, ik ben nog tweede. Hij doet het niet. Well met, well played, dat klinkt vorig. Well met. Hey. Wauw, wat een idioot. Hij heeft zo... Ja, nee. Ik mag niet stemmen, ik mag niks meer zeggen. Ik stem te veel. Ik zat te denken aan een storm. Dit is de perfecte even aan maandag werken wat ik doe. Ja, dat kan je doen. Je hebt niet veel andere opties. Het grappige is trouwens dat hij heeft heel veel minions gekregen. Maar niet degene die een kill kunnen brengen. Kijk, dit is de perfecte counter tegen Amani Persis. Ze krijgt enrage als hij attackt. Deze kan hij hem op enragen, maar die gaat dood, krijgt hij 2-1. Nog een core round. Wat? Reporting for duty. Hij valt mij aan. Oké. Dat was een foutje, denk ik. Eigenlijk. Wow, hij doet 1 damage. Reporting for duty. Man, ik word gek van die healing. Oh. Dan. Verstandig. Ik moet even verstandig blijven. Ik zat te denken om deze silence in, want dan kan deze 1 miljoen healing. Kom, kijk of ik terug. Ja, dat kan je doen. Ja. En dan je. Dan. En nog een stomme champion nu. Dit is een 3-2 L. Hilari. Beste L niet. Dit is best een goede L. Oh, we hadden vorige keer ook een L, maar die hadden we heel veel opgebeurd. Die had 5-7. Wat is die? Elf met Archer. Oh nee! Oh shit, serieus? Een Devil Sword? What? Wat dan? Hij heeft zijn eigen minion veranderd in een Devil Sword. Ja, dacht ik dat. Oké, we hebben hier maar 1 oplossing voor. Wat, waarom is die zo dom? Hij heeft deze core aan. Ik moest hem killen. Dit is best wel irritant. Ik moest gewoon die stomme Devil Sword. Ik dacht hij ging hem op mijnen gebruiken. Maar deze guy is zowaar slimmer dan de meeste. Hopelijk killt hij hem niet. Kill niet mijn rare golem, harvest golem. Oh nee! Gaat hij voor mijn face? Oké, dit is echt een grote achterstand. Oh, ik weet wat hij gaat doen. Denk ik. Nee? Wow, whenever your opponent plays a minion, restore zoveel health to it. Let op, hè, dat is hem. Denk dat dat hem is. Pay attention, let op. Nee! Hell you down! Oh nee, ik weet wat het is. Het is een noble sacrifice. Ik doe niks. Noble sacrifice. Dat is de kaart. Dat is soms die een 2-1 defender. Dat is de kaart die heeft daar. Dus als ik hem aanviel, viel ik niet hem aan, maar die 2-1 minion. Dat was hij van plan. Oh, ja, sowieso. Je kan die niet negeren. Oké, okay. Die, van met die, die recht. Let me think. Nee. Innervate you? Nee, dat is niet zo. Je kan het wel niet killen. Oh nee. Oh shit, zag ik bijna over het hoofd. Ik denk dat ik deze verlies. Ik sta heel ver achter. Ik denk dat ik deze... Oh wacht. Wacht. Dit is het waard. En nou kan ik het zien. Is het een noble sacrifice? Ik wist het! Ik heb er slim aan gedaan om niet te overextenden. Hop, hij krijgt er 2-1 weer van. Care, die kan me zo killen.
Ik ben bijna Leon. Ik ben bijna kans om Leon Mans. Oh, kan ook Gordon nog King spelen? Oh, ja, hij is maar 5 attack, 6 health. Dat is het enige nadeel aan. Kom me aan alsjeblieft. Nee, hè? Jou? Kom me alsjeblieft. Als hij helemaal wat tijd heeft, dan weet je wat je kan doen? Ik weet het slimmer. Van. Speel, val hem aan. Val die aan. Deze? Ja. Ik gebruik die heel veel. Dat gaat dus laten. Dan aanvallen op een jaar, weet je wel. Hij zit nog na te denken wat hij gaat doen. Wonder. Moet ik deze er nou eens uitgooien? Nee, want het zit hem dan. Niet weg. Dat was zo scumbekken. Ik dacht, jij houdt hem niet van voor jezelf. Dat soort dingen doe ik wel vaker. Dat soort rare acties. Ja, maar ik hou hem ook wel bij, man. Gewoon voor het geval dat. Hij dacht dat hij sterker dan. Weet je waarom die telkens de stand krijgt? Ze kunnen allemaal maar één keer. Hammer of Rock op mij? Waarom? Hij speelt hem niet op een Violet Teacher? Oh shit, son. Hij gaat me rushen. Wat? Deze guy? Guardian of King? Open up? Heb je gehoord van de Guardian of King? Guardian of King in before. Oh. Wacht. Oh, wow. Dat is het niet waard. Eerlijk gezegd, nou ga ik hem niet spelen. Nou ga ik hem niet spelen, Stan. Kijk. Ik krijg deze. Ga ik hem niet spelen ook? Doei. Ja? Oh fuck, hij blijft healen. Want je kan niet killen. Weet je wat ik ga doen, Stan? Ik ga dit doen. Ik speel niet die. Ja. Ik wil Mogushen worden. Holy life. Nog een minion erbij. Dit gaat best wel irritant worden langsgekomen. Volgende ronde kan ik Leon Hens spelen op Guardian of Kings. Ik heb allemaal dingen die me kunnen healen. Kijk. Ik krijg 2 health als ik aanval. 6 health. 8 health. Ik draw 3 cards. Ik denk dat ik volgende turn, als de situatie nog redelijk in oh shit. Oh, Savage Roar is een slecht moment. Nee, wacht. Slimmer. Die? Die. Kom zoveel mogelijk damage op grote guy. Nee, niet doen. Gewoon hero ability. Op zich wel. Kijk, die andere had anders op 2 health gedaan. Die heb jij nu meer aan. Val mijn Mogushen worden aan. Die krijgt 2 health van en je verliest er 1. Ik heb al 5 kaarten, hij nog 9 hoor. Oh, ja. What the fuck? Deze guy is helemaal gek. Ja, maar niet Savage War doen. Niet doen. Hij probeert mij echt keihard down te rushen. Ook dit weer. Ja, die moet. Ja, kan niet. Oh. Ik wil deze even spelen om deze rot te kakken. Ja, ik snap. Oké. Wat ik ga doen, dit is heel zonde dat dit gebeurt, helaas. Ik denk dat ik Spill Noble Sacrifice. I'm ready to learn. Wordt ook gerekend als een healing dingen. Guardian of King. Kill. Oei. Ik heb nog steeds mijn Leon Hand. Die kaart heb ik nog nooit gehad eigenlijk. Hij probeert mij zo hard te rushen. Echt niet normaal. Wauw. Engaging TC-130. Nee! Oh. Lol. Kijk zo. Chakamine? Of zal die? Die attack. Wacht, ik heb een idee. Als ik hem... Wacht. Your ability. Seven four. Je hebt de win, volgens mij. Val hem aan. Ja, dat zou ik dus ook aan doen. En hier attack? Op die? Die rechter? Die attack? Nee, GG! Nee, het is GG! Kijk, deze help. Yes! Oh, okay. GG! Nee, ik kan afmaken! What the hell, die damage, vriend. Oké dan. Oh, hij heeft equality gebruikt. Yay! Yippie, ik heb een level.
Ja? Nice. Dan tijd voor... Leon Hands! Oh. Level 16, oh. Ik val die minis niet aan. Waarom zou ik? Ik heb de quality gebruikt om alle minions naar één helft te brengen. Waarom zou ik aanvallen? Op die minions. Ik vind niet gelijk mijn minion. 5-1. Hij had equality. Weet je waarmee equality heel goed werkt? Concentration. Die had hij niet. Zo'n dat gaat prima. Dat hoeft niet op dit moment. Oh, een Ardent Commander. Ah. Ja. Hij heeft dus Ardent Commander. Simpele counter. Geen attack! Dankjewel, meneer. Silvermoon shall not fall. Oh, oké, okay, ik faalde. Dat was zonde. Ach, ik overleef. Oh shit! Dom. Fout. Foutje. Grote fout. Consecration. Let op. Oh, je moet tegen iemand uit Angry Chicken. Consecration. Oh, wacht. Wacht. Archmage? Archmage Consecration. Nee! Lachlan Raptor? Wat? Reporting for duty. Oh shit. Okay. Hij probeert me nog steeds te rushen eigenlijk. Oh my godness. Consecration. Jammer dat die drie minions... Nee, twee. Okay. Remember, weg. Weg. Oké. Okay. Oh wacht. Ik zie hem. Ik zie de combo. Zie? Val hem aan. Lijkt vreemd, hè? Full consecration, bitch! Alles weg! Thank you. Dat was gewoon een gratis consecration bij. Wat? Gewoon 3 damage. Reporting for het is een irritante start namelijk. Kom je op achterstand. Oké. Okay. The battle! Reporting for Tears. Mahomes, Julia. Ja, ik weet uit ervaring dat het veiliger is, weet je wel. Het is veiliger voor mij om zijn hand te leeg te gooien. Ja, speel de Oerspoor of zullen we hem niet halen. En dit is een moeilijke kaart. Alhoewel. Nee. Hero Power. Give me a rest. Dat zei ik gewoon. Hero Power of. Goede dokter, weet je wel? Als je goed speelt, kan hij killen. Oké, okay, hij is dood. Hij is dood. Justice demands retribution. No! Fuck jou! Jammer dat dat er niet is. Thank you. Zie je nerd? 3-0, jongen. Dat lekker. Dit deck is best wel goed. Ik kan inzetten Wild Growth en... Na dit. Mensen, dit gaat echt beast mode tot nu toe. Wat bedoel je? Ja. Wild Growth, Hero Power. Nee. Ik zou zeggen Oes, Wild Growth. Wat voor Lordy eigenlijk? Kijk eens, wat heb je zo'n beetje Lordy? Kan je dit niet meer zien? Zag je niet wat die... Wat voor Lordy voor elkaar? Dat kan je zien namelijk, hè, wat ik doe, als je oplet. Hij discard een random card. Ik moet weer tegen hem meenemen. Flanelmout, weet je wat? Ah, Blessing Wisdom heb ik niks aan. Al die kaarten heb ik geen hol aan. Ah, ik hou Blessing Wisdom erbij. Ah, fuck, ja. Je kan de L inderdaad veranderen. Oh, wacht. Nee, dat kan niet. En dan Hero Power. Nou, het is slim misschien vreemd wat ik nu ga zeggen. Val die aan. Hello. Ik krijg veel damage. Mm. Well met. Hij moet met die willen, anders speel jij die. Dat je dat, snap je? Oké, okay, wat ga ik spelen turn 1? Niks.
Ook al ben ik tegen die kutstart van hem. Wacht. Ik wil weten, als hij nu wat speelt... Oké, dat is zo. Ja. Ik kan doen, of nee? Oh, ik kan nu al zien, joh. Hij moet deze killen. Simpele reden is dat beide kansen zijn weg. Ja, hij heeft ervoor de optie gekozen die ik zei, hè? Oké. Als zonde dat ik 4 min heb. Ah, hij heeft hem gekild, mooi. Ik word super. Ja. Doe maar. Die giant. Gewoon om hem af te schrikken. Hij moet het handelen. Bam. Ik heb net een quiz niet gespeeld. Als zij mij aanvalt of mijn minion, krijg ik geen kaart. Dat wordt nog een secret keeper. Wat de fuck is dit deck? 2 secret keepers. Ja, ze valt aan. Yes. Nog een fight shield. Lol. Oh, noble sacrifice. Ja, dan kan bijna niks meer doen. Jelle. Nee. Hmm. Ik spreek nog van tijger. Oké, wat ga ik doen? Ik denk Senjin. Shieldmaster. Nee! Fuck, had het niet zien aankomen. Wel play. Fucking Senjin Shieldmaster. Ja, dom. Dom. Ik had er niet over, ik had er beter over na moeten denken voordat ik dat deed. Wat? Secrets! Zoveel secrets! So many secrets! Yay! Kaart! Holy shit! Oh! Ospreek. Jammer dat ik er niks aan heb. Zo goed. Ah, dit is waar. Dit is moeilijk, man. Pilot teacher! En... Nee, joh! Nee, dit is zo bizar. Zij heeft zoveel secrets. Dat is niet normaal. Hoe krijg je dat zo uit die arena deck? Het slaat helemaal nergens op. Dit is zo'n bizar goed deck. Nog een secret. Wat is dit? I'm ready to learn. Ik ben dood. Sowieso. Oh. Oepsie. Foutje. Kaart. Nog een secret. Ik word helemaal scheidsig van al die secrets van haar. Wat zou jij doen? Waarschijnlijk is de count. Dit zou wel count. Ik zeg. Ja, ik zeg Savage War. Ja? Ja? En met jezelf val je hem aan. Een kleine. De veiligste play die je kan hebben. Oké, dit is zwaar kut. Oké, wat kan ik spelen? Ik heb echt bijna geen hol. Minion! Reporting for duty. Als counterspel is rage quit ik hem. Nee, het is geen counterspel. Oké, ik heb een groot deel van de board gewiped in ieder geval. Ach, ik kan het voorlopen. Thank you. Lol? We must cleanse the sun. Ik hoop dat zijn haar deck een beetje nu burnt out is. Oh, laat maar. Ja, hij moet een stand. Oh, Wolfrider. Dan moet hij met charge om. Oh, wauw. Waarom krijg ik zoveel... Oeh, ja. Niks doen. Oh, wat. Wow. Ja, dat is een set-up fout. Ja, het was risicovol. Hij had je kunnen hellfire anders. Oh, ik heb zoveel problemen met hem. Ik ben dood. Ja.
for justice. The victory for justice. Well, ik heb verloren. Het was een goed deck. Dit is echt een heel goed deck. Ik vind het wel heel leuk gevonden. Wel echt heel leuk gevonden. Nou. Oh nee, nee, nee. Ja, ik snap het paar. Nee, wacht, wacht, wacht. Je moet die killen. Je moet hem killen. Ja, kill hem. Het is een risico. Groot risico. Je kan anders niet met de top. Oh, die kan ik doen. Ja, het is een groot risico. Het is alles of niets nu. Er zijn veel manieren waarop je kan verliezen op dit moment. Oh, dat chicken though. 3 om 1. Oh wacht, wacht, cancel. Dank voor het kijken, dames en heren. Een duimpje naar. En abonneer, ja, het is voorbij. Ja, ik zei, ik, je moest alles of niets doen. De kans was vrij groot dat je verloor. Tot de volgende keer, dames en heren. Ik hoop jullie weer te zien. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd. En een abonneren wordt ook gewaardeerd. Dat helpt helft in mijn schermen. Dankjewel, doei.